Vandaag is een mijlpaaldag in mijn leven. We hebben wel iets, we hebben iets groot bereikt vandaag. That's me! We staan op een boekje op de voorpagina. Snap je, dat is belangrijk dat je dat erbij vermeldt. Ik sta in een boekje, maar ook op de voorpagina. Het is denk ik de eerste keer in YouTube België geschiedenis dat een YouTuber geïnterviewd is en op de cover staat van iets wat geen sensatieboekje is. En niet zoiets die, iets die toch wel beter is dan, En we staan op de cover. That is very nice. We staan ook op meer dan de cover. Ik bedoel, 8 pagina's! Geen 1 pagina. Gent 2, 8! Het is een goede dag om te lijven vandaag. Ik kan niet liegen. Hoe! Ik bedoel, ik weet zelf ook niet hoe ze 8 pagina's gevuld hebben over mij. Maar oké, naar mijn hoofd. I look very good there. Yeah, that's a very nice picture. Ik weet echt niet hoe ze 8 pagina's gevuld hebben over mij. Maar het is een fucking nice interview. Het is voor de eerste keer dat ik echt denk van wow. Mijn leven is misschien wel een beetje interessant. Hij is 18 jaar. Woont in Blankenbergen. Meer kijkers dan de ideale wereld. En kan niet onopgemerkt rondlopen op de meer. Dat heb ik niet gezegd, maar dat is wel zo. Het is tijd dat uw YouTube serieus begint te nemen. Het is tijd dat mensen doorhebben dat ik meer ben dan iemand die op mijn kamer zit en video's, dat is niet waar ik ben. Het is een bestelde cover van een boekje! Er is geen fake broeractie, snap je? Er is een echte broeractie. Ik zie broers die dit boekje gekocht hebben om het te lezen. Ik wist niet eens dat jullie konden lezen. Het is echt een heel leuk artikel, niet denken dat het zo scheid is met stomme vragen. Er staan hele leuke dingen in. Het gaat diep. En een van de leukste dingen hierin vind ik, ik weet niet of het leuk is, maar het is wel grappig. Diploma. Lagere school Blankenbergen. Wie deed het? Oh, fuck. Het is er veel beter uitgekomen dan ik had gedacht. Ik wist dat het gek ging zijn, maar dit is shout-out naar de fotograaf en de interviewer. Jullie zijn nice. Ik ga geen 10 minuten vullen, maar ik die zag hoe blij ik ben dat ik in een boekje sta. Want ik zou het kunnen doen, maar ik ga het niet doen. Waarover gaat deze video? Meestal, als ik commentaar krijg, zijn het commentaren van 12-jarige jaloerse jongetjes die zeggen dat ik suk en dat ik Dan geven zij zo stomme commentaren, dan breek ik hun en dan neuk ik hun. Zo denk ik. Het probleem is, ik wist dat als de knak wordt gelezen door hele volwassen mensen, zo niet door mensen van mijn leeftijd, dat als mijn artikel gedeeld ging worden op een Facebookpagina, dat ik fucking veel fucked-up reacties ging krijgen van volwassen mensen. Niet meer van kinderen van 12, van volwassen mensen. Goed onderbouwde haat op mij en hoe achterlijk dat ze het vinden dat ik in de knak sta. Dus ik dacht van, het gaat wel oké zijn. Het was een beetje erger dan ik had gedacht, maar dat is geen probleem, snap je? Ik kan 12-jarige mensen de grond in boren, dus ik kan dat met volwassenen ook. Denk ik. Op de Facebookpagina van de knak wordt elk artikel gedeeld. Echt elk artikel. En daar reageren verzuurde volwassen mensen dan op met alle kritiek die ze hebben. Omdat ze niks beter te doen hebben dan kritiek geven op artikels op Facebook. Zoals je ziet, elk artikel heeft wel een beetje comments. Een paar likes. Misschien 2 comments. Ja, en dan heb je mijn artikel. 32 likes. 32 reacties. Waarvan er 1 of 2 leuk zijn. Dus de andere zijn allemaal volwassen mensen die mij proberen de grond in te stampen. En daar gaat deze video over. Ja, ik ga doen waar ik het beste ben. Ik ga kritiek geven op hen. Neem dit niet verkeerd. Ik vind het geweldig dat ik in de knak sta. Ik wist ook dat dit ging gebeuren. Dus eerste comment is van Erwin Troch. We zullen binnen 5 jaar nog eens praten. Puntje, puntje, puntje. De typische volwassen comment. Binnen 5 jaar bestaat YouTube niet meer. En dan heb je geen diploma. Dan kijk, Erwin. Binnen 5 jaar ga ik nog eens praten met jou. Dan bel ik jou vanuit mijn landhuis. Fakka. Hoe gaat dat achter je bureau, vriend? Godverdomme. Sven Kazier komt met de comment. Of hoe domheid gevierd wordt in deze tijd. Kijk, ik wil deze mensen volledig persoonlijk afvallen en naar hun profielfoto's kijken, maar waarom doe ik dat eigenlijk niet? Ik kan het niet doen, maar fuck jou, vriend. Johan de Keuster. Die naam echt. Tot de vlogger geen volgers meer heeft. Ach, deze snotneus weet niet beter. Daar heeft hij 5 likes op. Vriend, ik hoop dat hij is aangevallen in de comments, want Johan de Hater. Ai. De broers. Ik ben geen hater, maar school zal later wel eens belangrijker blijken te zijn dan Acid denkt. Fijne avond nog. Oh, ik hou echt van volwassenen en comments op Facebook. Kijk, ze zijn zo verzuurd dat ze heel hun leven al fucking niks te doen hebben en dan gooien ze deze shit op. Snap je, ze kunnen het gewoon niet af dat ik in de knak sta en dat zij niet in de knak staan met een saaie leven. Johan. Echte keyboard warriors. Robin Suys zegt Acid is legend. En dan komt Chanel Meijersman met de aanval. Iedereen heeft zijn mening hierover. Maar het feit dat jij hem zo support, zegt eigenlijk wel genoeg over dat IQ van jou. Bekende mensen horen een voorbeeld te zijn voor hun volgers met de uitspraak: mij van school sturen was de beste beslissing. Waar wij een beetje zorgen over de ingesteldheid hiervan. Kijk, Chanel Meijersman. Mijn volgers hebben genoeg IQ om naar mijn video's te kijken. Mijn volgers zijn echte broers. Als jij zo shit op Facebook gooit. Ik bedoel, ik ga
hier niet op reageren, maar... Oké, okay, ik ga er wel op reageren, maar nu zonder beeld. Ze lijkt op de gemiddelde camgirl die je zo vindt op van die rare sketchy sites die je 10 euro kan doneren en dan trekt ze één kledingstuk uit. Dus ik denk dat jouw IQ toch iets lager ligt dan dat van mijn gemiddelde volger. Dus Chanel, get the fuck out! Chanel met haar politieke correcte onzin, get the fuck out already. Dit is wat we zoeken van comments. Ik wil dat iedereen gewoon deze fucking sexy volledige... We hebben natuurlijk ook een paar leuke comments. 90% van de mensen die wel op school blijven komen waarschijnlijk niet in de buurt van wat deze persoon verdient. Oké. Okay. En tuurlijk kan het opeens gedaan zijn, maar dat telt voor iedereen. Een groot deel van de succesvolste mensen hebben hun school niet afgemaakt. Gino! Gino! De broer! Dank u wel. Jullie denken dat het gedaan is? Nee, het blijft doorgaan. Deze mensen hebben echt te veel tijd, denk ik. En is het een referentie waar je iets mee kan doen als je 700 paar sokken verkoopt in 12 minuten? Wel, lief vervoerd. Ik weet dat je denkt van, oh, hij heeft sokken verkocht, nu denkt hij dat hij overal kan gaan werken. Kijk, ik wil zeggen dat ik meer geld heb verdiend met mijn sokken dan dat zij. Maar dat ga ik niet doen, want dat is onrespectvol en we zijn tegen volwassen mensen aan het praten. Dus we moeten een beetje reëel blijven. Inderdaad, mijn sokken, dat is geen referentie voor later. Maar de echte broers, de subscribers, de 345.000 mensen die gesubscribed zijn op mijn kanaal, is belangrijker dan een referentie voor mij, snap je? Dit channel is één grote vriendengroep van de broers, dus fuck al liever voort. The fuck out! Petra Meester komt met en later gaat hem zitten blijten dat hij nooit geen kans heeft gehad. De profielfoto van een kat. Er is zo'n oud, verzuurd vrouwtje die niks beter te doen heeft dan elke dag achter een computer te zitten en vieze dingen te gooien. Kijk, Petra, fake broeractie, echt heel fake. Zoals zoveel voor hem zal deze internetclown ook wel eens uit gratie vallen. Het woord clown komt echt net iets te veel terug in deze comments. Ik ben geen clown. Misschien een beetje. Misschien ben ik wel een clown, maar kijk. Jan Godman. Man, ik ga nooit uit gratie vallen, snap je? Als YouTube morgen stopt, dan word ik gewoon professioneel Fortnite speler. En dan verdien ik daar wel gauw mee, oké? Okay? We hebben genoeg opties. Fortnite, YouTube, Fortnite, genoeg opties. Ga weg met je stomme commentaar, vriend. Dan hebben we natuurlijk ook een paar mensen die zo leuke comments zetten, maar tegelijk ook aangeven dat ze me echt kut vinden. Maar wel positief blijven. Deze mensen, ik respecteer jullie, oké? Okay? Jullie mogen me kut vinden, maar waarom zagen jullie over die gast? Eerlijk. Hij verdient, betaalt zijn belastingen en dat is een extra plek op de arbeidsmarkt. Who cares dat hij een vervelende clown is? Alweer clown. Kijk, zie ik eruit als een clown? Kijk, ik heb een geil pak aan. Ik ben volledig in het geil. Misschien een beetje, maar... Who cares dat hij een vervelende clown is? Zolang mensen betalen om ze te zien, is het ook een job. Mensen betalen niet om mij te zien. Ik maak deze shit for free. YouTube betaalt mij en de advertenties betalen mij. Dus, als er advertenties zijn op deze video, kijk ze even uit en support de broer. Dan kan ik misschien nog eens op de cover staan van een boekje. Mensen zijn gewoon zuur dat ze voor een baas op hun bureau zitten en dat deze clown gewoon rijk kan worden door dwaas te doen. Haters be hating gewoon. Inderdaad. De enige mensen die gaat gooien op mij op deze pagina zijn mensen die een 9-to-5 hebben en die elke dag met zo'n gezicht naar hun werk gaan en werken voor een baas die meer geld verdient dan hun. Ik werk ook voor een baas, ik werk voor mezelf en al het geld gaat in mij zakken. Dus kijk, als jullie zo'n mediocre jobje willen achter een bureau, heel je leven, ja, dat is niks voor mij, snap je? Ik heb misschien geen diploma en ik ga niet naar school, dus ik ga waarschijnlijk ook nooit achter een bureau zitten, want... Ja. Dat gaat niet gebeuren. Maar onthoud één iets heel goed. Ik doe dit met alle plezier van mijn leven. En dit is echt wat ik wil doen. En ik doe dit al bijna 6 jaar. Dus onthoud even dat als jij 6 jaar jouw job doet, dat jij waarschijnlijk al fucking dood bent. En dat je echt denkt van, oh, fuck, ik wil hier echt weg. Ik kan zoveel andere dingen doen. Ik kan YouTube filmpjes maken. Ik kan Fortnite spelen. Livestream. Iedereen moet gewoon eens beseffen dat dit gewoon mijn passie is. Datzelfde als iemand die voetbalt of zo. Ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vind. Omdat ik het fucking nice vind. Omdat ik elke dag opsta en hiervoor leef. Niet omdat ik het moet doen. Niet omdat ik tegen mijn zin video's maak of zo. No. Als ik geen zin heb om een video te maken, dan maak ik niks. Daarom upload ik niet dagelijks. Als ik zo opsta en ik denk van, meh, vandaag is niet de dag, dan upload ik gewoon niks. Als ik wel zin heb, zoals vandaag, omdat ik fucking hyped ben. Omdat ik aan een fucking boekje sta. Dan maak ik wel een video. Dan moeten mensen even beseffen, ja. Dat ik dit doe voor de echte broers en voor mij. En ik sta in een boekje. Wat een moment. De kans dat jullie ouders dit boekje lezen en dat bij jullie op de wc ligt, is wel groot. Maar ik ga eens een paar dingen voorlezen dat jullie weten wat ik allemaal gezegd heb. Dit interview gaat echt diep. Het gaat over mij, snap je? Niet over YouTube. Het gaat echt over mij en alles wat ik doe. Dus. En dat er heel mooi uitziet. Ik ga niet liegen. Het is prachtig. Very nice. Mij van school sturen was de beste beslissing die de directrice voor mij had kunnen maken. Ik had sowieso al te weinig tijd voor YouTube. Er gaat een heel stuk over hoe dat gebeurd is op school. Ook gaat er één ding over hoe ik ben doorgebroken. En daar zei ik, had met bitcoins op de deep web crack gekocht. Als grap. Ja, dat staat hier ook in. Snap je, als jouw ouders dat lezen, dan gaan ze denken van, what the fuck kijk jij, maar... Nou,
is nice. Dat gaat er ook een heel stuk op waarom ik geen campagnes doe. Heel veel mensen zeggen dat ik dom ben dat ik zoveel geld afsla. Maar ik fok daar liever niet mee met die campagne shit. En zo staat het ook echt in het boekje. Ze hebben het echt gewoon geschreven zoals ik het zei, met het woord fok en shit. Fucking nice. Het lijkt soms alsof televisie niet doorheeft dat er alleen nog oude mensen kijken. De jeugd is weggevallen. Televisie heeft mijn generatie niks te bieden. En dit ding wat ik hier zag slaat echt perfect op al de comments die ik gekregen heb op deze Facebook post. De nieuwe generatie kloof is er al. En zolang volwassenen anti-internet en anti-YouTube zijn, gaat die alleen maar groter worden. En zolang mensen niet accepteren dat dit ook gewoon iets is van entertainment, ik zweer het. Ik weet niet welke put jullie gaan vallen, maar probeer het te verstaan of zo. Ik zie volwassenen een hele avond in de zetel liggen en naar één of VTM kijken. Is dat wat ze van ons ook willen? Inderdaad. Ik wil niet eindigen en mij zei dat later dat ik zo fucking 4 uur naar tv kijken, dat ik niet eens weet naar wat ik aan het kijken ben. Dit interview is echt heel leuk. Ik ben verbaasd van mezelf dat ik zo goed uit mijn woorden ben gekomen zonder diploma. Very nice. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik moet jullie ook echt bedanken. Ik bedoel, natuurlijk, ik ga niet zeggen zoals elke YouTuber, zonder jullie was dit niet mogelijk. Bedankt, maar het is ergens wel zo. Maar bedoel, ergens is het ook gewoon volledig aan mij te danken, hoor. Ik zit elke dag 5-6 uur achter mijn bureau een video op te nemen en niet te editen. Maar toch, zonder jullie stond ik nooit in dit hele leuke boekje. Dit is het boekje die ik ga inkaderen. Deze ga ik gewoon in het plastic laten zitten, dat stel ik ben later niet meer succesvol en ik ben zo broke als iets, dat ik toch aan mijn kinderen kan tonen van kijk, ik stond in een boekje. Fucking nice. Er is een hele speciale dag voor mij. Ik hoop dat jullie het ook een beetje ervaren wat ik bedoel. Zonder de broers was dit niet mogelijk. We made it, boys! We hebben niet echt iets gemaakt, maar we staan wel op een boekje die een van de bekendste dingen is in België. Tot de volgende keer, ik hou van jullie. Fucking nice! Ik stress. Godverdomme, man. En ik wil ook Netflix kijken, maar ik was te broke om een Netflix-account te kopen. Dat was mijn leven. Tot op het moment dat ik vond dat je gratis en voor niks 99 cent Spotify account kon kopen en een fucking Netflix account op het diepe.